aankomende weken kijken wij mee bij de Haas Advocaten. En Priscilla, misschien kun jij beginnen met vertellen wat voor praktijk het is. Nou, ons kantoor is eigenlijk een niche-praktijk, gericht op de fiscale advocatuur, de procespraktijk. En wat betekent dat? Dat wij ondernemers en particulieren helpen op het moment dat er een geschil is of dreigt met de Belastingdienst. Tegen wat voor problemen lopen zij bijvoorbeeld aan? Loonbelasting, vennootschapsbelasting en de belangrijkste eigenlijk de omzetbelasting. Daar vinden toch wel de meeste geschillen op plaats. Ja, iedere ondernemer heeft met deze heffingen te maken. Iedere onderneming heeft natuurlijk ook een administratie. Op dat gebied, zijn daar nog problemen die kunnen ontstaan? In de wet ligt er alleen maar vast dat iedere ondernemer naar de grootte van zijn bedrijf een administratie moet bijhouden. Een verdere uitwerking daarvan is er eigenlijk niet. En wat het belangrijkste dan ook is voor een ondernemer, is om te zorgen dat de goederenstroom volledig te volgen is. Dus dat er een inkoopadministratie is, een verkoopadministratie en de voorraad op 1 januari van een jaar. In hoeverre moet je die informatie ook verplicht verstrekken? De administratieplicht, daaraan moet je voldoen. Maar datzelfde geldt voor de inlichtingenplicht. Dus op het moment dat de Belastingdienst nog vragen heeft over die administratie, dan ben je verplicht die vragen te beantwoorden. En hoe ver ga je in die beantwoording? Je hoeft eigenlijk alleen maar vragen te beantwoorden die gaan over feiten en omstandigheden. Dus als het gaat om wetsuitleg, ja, daar is de ondernemer niet voor. Daar heeft hij zijn adviseur voor of zijn advocaat. Vragen als hoe en waarom hoeven eigenlijk ook nooit te worden beantwoord. Want dat raakt een eventuele verwijtbaarheid van een ondernemer. Ja, dus het hoeft niet, maar wat als je het wel doet? Ja, heb je het wel gedaan, dan neemt dat de beantwoording niet weg. Dus heb je eenmaal antwoord gegeven, ja, dan ligt het ook schriftelijk vast. En daar moet je bewust van zijn. Dan volgt er natuurlijk een beschikking en daar gaan we volgende week op door. Prima.